Champs, na een vierde spectaculaire extra ronde sta ik hier natuurlijk naast Ibi, Mr. Cool. En je ziet er cool uit, man, op dit moment. Hoes, dankjewel, man. Thanks, man. Hoe voel je je nu? Voel me goed, man. Ik voel me goed. Zoals ik zei, deze partij was echt voor mezelf. Voor niemand anders. Yes. Ik heb mezelf teleurgesteld, twee partijen. Maar dat hoort erbij. Als je niet kan verliezen, dan kan je ook niet winnen. Dus ik ben er weer, man. De eerste rondes, je ging er al gelijk goed voor. Je stak ze in je zak natuurlijk. Klopt, de eerste ronde van mij, tweede van mij. Ja, derde, ik gaf twee trappen. Eén keer links, nog een keer links. Normaal doe ik dat niet. Ja, dat is mijn, was een foutje. Heeft hij me 8 tellen gegeven. Niks aan de hand, ik was er weer. Yes. Ging ik gewoon door, heb ik een extra ronde gekregen. Heb ik hem ook gedomineerd in de vierde ronde. Ja. Dus, ja. Naar mijn mening leek het echt alsof ik een Mr. Cool 2.0 zag. Hoe jij die eerste twee rondes dealde, je leek sneller, je leek scherper dan wanneer ik jou eerder ook heb gezien in de ring. Klopt, klopt. Ik heb ook hard ervoor getraind. Zoals ik zei, ik heb mezelf teleurgesteld in die twee laatste partijen. Maar het is niet erg. Het hoort erbij om dan misschien sterker te worden. Misschien als ik die partij niet had verloren, dan was ik nu niet zo scherp of een 2.0 zoals jij dat noemt. Dat is waar. Ja. Je stond op een gegeven moment 2-0 voor natuurlijk in de tweede ronde. Ja. Toen ging de derde ronde iets minder goed natuurlijk. Wat is er toen precies gebeurd? Ja, zoals ik zei, ik gaf twee trappen met links. Ja. Naar het lichaam, dat doe ik nooit. Nee. En hij kan er overheen met de rechtshoek kort op. 8 tellen. Want daarna ging ik gewoon mijn ronde afmaken. Ja. Als je zag, dat gewoon eigenlijk de derde ronde heb ik alsnog zeg maar laten zien dat ik er ben. En niet dat ik derde ronde pak slaag kreeg. Ja. Dus dat was het. Wat ging er door jouw hoofd heen op het moment dat ze zeiden van jongens, we gaan een vierde ronde doen? Ik wist dat ze een vierde ronde zouden geven. Ja? Ja, okay. Ja, ik wist het. Want twee rondes voor mij en de derde ronde van hem wegens 8 tellen. Ja. Dus dan is het gelijk op en dan gaan ze de eerste ronde geven. En ik was daar klaar voor, man. Ja? Ja, oké. Okay. Was je daar ook al voor getraind voor meer rondes? Ja, zeker. Ik was er voorbereid. Ik zei ik ben ready voor de vierde en de vijfde ronde, dus dat is goed. Vijfde ronde zelf? Ja, tuurlijk. Dus ze trainen ervoor, man. Ja. Ja. Dacht je niet op dat moment toch bij jezelf van shit, dit heeft toch voor gezorgd misschien dat ik niet zou gaan winnen na die derde ronde? Nee, ik wist dat. Ik stond al twee rondes gewoon dominerend, stond ik voor. En de derde ronde, zoals ik zei, 8 tellen heb ik gegeven. Ja. En daarna heb ik gewoon weer eigenlijk gewoon op mijn plek gezet. Juist. Dus ik bleef gewoon aanvallen, dus niks mis meer. Ja. Je zei inderdaad zelf ook na je vorige twee partijen, dit was voornamelijk echt een gevecht voor jezelf en voor niemand anders. Heeft dat ervoor gezorgd dat je nog meer gemotiveerd werd en dat je misschien geen druk van anderen voelde? Klopt, ik heb het net op het begin gezegd dat deze partij echt van mezelf was. Ik hoef niemand te bewijzen. Ik weet dat ik het kan, daarom heb ik het ook gewoon laten zien voor mezelf. En dat ik zelfs die extra ronde heb gekregen, dat zag ik meer als een cadeau voor mezelf. Dat ik er ook klaar voor ben om er nog een 4 rondes te vechten. Dus ik ben blij. Ja, man. Ik wil het ook eventjes gaan hebben over jouw post-fight interview. Je hebt een bekende naam uitgedaagd, namelijk Bahram. Je hebt gezegd dat je die rematch eventueel nog een keer wilt. Ja, tuurlijk. Kijk, ik ben ook klaar voor hem. Wat moet ik zeggen? Hij heeft van me gewonnen op een knockout. Niet deze minuut was hij klaar met mij. Maar ik zou het wel opnieuw willen doen. Okay. Of het volgende maand is in december of volgend jaar. Ik zou het zo graag willen opnieuw doen. Oké, okay, ja, netjes man. Ik ben er nu al excited voor. Jij hebt neem ik aan je partij ook al heel vaak teruggekeken met Bahram? De partij van Bahram tegen mij heb ik 1 keer of 2 keer teruggekeken. Okay. Ik weet wat ik fout heb gedaan. En daarvoor hebben we nu ook getraind. Dus dat is belangrijk. Jongens, nog één ding jongens. Vergeet niet. Amisha komt terug en samen. Maak je niet druk. Ja, die jongen zo tof. Is gelanceerd. Mensen praten. Maar geloof me dan maar. Je krijgt een watertje in de tussentijd. Thanks man. Ja, dat is super tof om te zien. Bij SB Gym überhaupt, iedereen is zo op elkaar gebouwd. Iedereen zit zo op elkaars lip, ook om elkaar te supporten door dik en dun. Rustig aan met je water. Klopt, klopt. We zijn er allemaal bij. Ze helpen mij, we helpen elkaar. En zo hoort het, man. Juist. Ja, man. Ik ga jou verder met rust laten vandaag. Geniet natuurlijk van deze overwinning en die rematch met Bahram. Ik ben benieuwd hoe die gaat uitpakken, man. Thanks, man. Gaat goed komen. Heb je nog iets te zeggen tegen jouw fans thuis voordat ik jou met rust ga laten? Helemaal niks te zeggen. Kan ik jou zeggen, deze partij was echt voor mezelf. Ik ben jullie allemaal dankbaar dat jullie de sold-out arena hebben gedaan met RTM. Nou, nu op nog naar meer. En Collision 7, zou ik zeggen. Oeh. Hoes. Dankjewel, man.